Vanmiddag hebben we een webinar wat gaat over identity en access management. Dat is een vrij groot onderwerp. Daar zullen we diverse randonderwerpen ook raken. We hebben best veel informatie, dus we raden ook aan om achteraf het na te kijken. Dit wordt opgenomen en wordt ook in de afspeellijsten van de Kennisnet-account op YouTube van Kennisnet geplaatst. Wij nodigen ook iedereen uit die nu meekijkt om de vragen die ze hebben via de chat aan te melden, zodat we daar ook passende aandacht aan kunnen geven. Omdat het onderwerp inderdaad breed is en het kan ja, verschillende kanten opgaan. Dus we zijn benieuwd. Ik ga even inzoomen met jullie op het programma voor de. Voor de volgende slide. Die krijgt linksonder. Kijk, ja, vanmiddag gaan we het hebben over identity en access management, zoals ik al zei. Ik begin even met een korte introductie van ons beiden. U ziet die twee heren staan. Nou, wij vertellen even wie wij zijn en wat wij doen. Dan gaan we het hebben over identity access management, de definitie, wat is het? Het heeft een sterke relatie met informatiemanagement. Daar willen we ook even aandacht aan besteden. Dan willen we verder wat inzichten geven op de ontwikkelingen die er zijn. En met name dan ook de relevante ontwikkelingen voor het onderwijs. We gaan ook in even op de privacyverordening die er aankomt komend jaar vanuit de EU. Want daar staat iets op stapel en is ook heel erg relevant met dit onderwerp. Verder willen we graag nog wat aandacht besteden aan nou, de praktijk, hoe dat kan werken voor u in de school, hoe men een start kan maken daarmee en waar men rekening mee dient te houden. Goed, ik begin even met mezelf. Ik ben Martin Diaz-Dulois, ik ben Product Manager Authenticatie Autorisatie bij Kennisnet. En in die hoedanigheid ga ik over toegang in de contentketen vanuit Kennisnet bekeken. En de Kennisnet Federatie, de meeste mensen kennen hem wel. Of andere mensen hebben een entree-account. Nou, dat is het platform wat dan onder mijn verantwoordelijkheid valt. Daarnaast heb ik ook de dienst Eduroam onder mijn hoede. Dat gaat over toegang tot wifi-netwerken op scholen. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Ik heb een gast hier. Robert Garskamp en ik vraag Robert om zichzelf even te introduceren. Robert staat ons bij met zijn stichting bij allerlei onderwerpen omtrent identity management en access management. Ja, dankjewel Martin. Zoals gezegd, mijn naam is Robert Garskamp, oprichter van de stichting ID Next. En ID Next is een internationaal platform dat zich vooral richt op innovatieve vraagstukken rondom digitale identiteit. We bestaan nu al zo'n 5 jaar. En vertegenwoordig een netwerk van experts en professionals op dat vlak. Zelf ben ik ook adviseur op het gebied van identity management in diverse sectoren, waaronder onderwijs, overheid en ook financieel. En naast dat bijgedragen aan verschillende trajecten binnen de overheid en financiën, maar ook aan de recente doorbraak ICT-onderwijsprojecten. Gaan we daar nog kort over hebben, Martin, over doorbraak ICT-onderwijs? Ja, dat kan. Laten we even kijken ook hoe het webinar verloopt. Ik stel wel voor, we hebben best wel wat slides, dat we nu proberen een beetje de gang erin te krijgen. En dan hoop ik, naarmate we door een aantal slides heen zijn, dat ook een discussie start. Vragen binnenkomen en we ook zicht hebben op hoeveel tijd en ruimte we daarvoor hebben. Ik wil graag wel toch de hele presentatie voorbij laten komen binnen de gestelde tijd. Maar ja, ik hoop ook dat de mensen nu gaan tikken van ja, laten we het daarover hebben. Een oproep aan u, beste kijker. Goed, ik wil ook even starten nu met een vraag die ik eigenlijk aan het publiek heb. We hebben een poll en die willen we graag aan u voorleggen. En die heeft te maken met de definities die wij graag in de mond nemen. Maar niet altijd van weten of mensen überhaupt weten wat we dan zeggen. Kijk. Ja, we zien al mensen reageren. Want de poll gaat over de definitie van IAM en IDM. Ja. En IAM staat volgens mij voor Identity and Access Management en IDM voor Identity Management. Correct. Oké, dan zien we wat reacties. Ja, we hebben de poll. Zou ik hem sluiten? Ja, ik zie geen activiteit meer. Nou,
Het is ongeveer 1/3 om 2/3. 1/3 van de aanwezigen geeft aan niet bekend te zijn met de afkortingen. En 2/3 geeft aan van wel. Zou jij dat willen toelichten, Robert? Dat is helemaal jouw specialisme. Ja, ik zou dat best wel willen toelichten, Martin. Ja, ik gebruik eigenlijk altijd de analogie met riolering. En klinkt misschien een beetje raar. Maar riolering is onzichtbaar wel nodig voor de infrastructuur. En zo vergelijk ik eigenlijk ook identity management. Identity management is vooral bedoeld om te zorgen dat allerlei zaken rondom identiteit management geregeld gaan worden. En dat is een analogie met riolering. Daar maak je ook gebruik van standaarden waar je de wc en de wasbak aan elkaar wil aansluiten. Nou, dat geldt eigenlijk ook in de wereld van identity management. En dat is een stuk techniek. En daarnaast is het ook belangrijk dat er organisatorisch een aantal zaken daarvoor geregeld worden. Maar volgens mij gaan we daar in de komende slides overweg. En volgens mij de eerstvolgende is denk ik belangrijk rondom informatiemanagement. Nou ja, en voordat we daarheen gaan wil ik graag nog even de kijkers vragen welke rol men heeft binnen de school. Omdat wij natuurlijk een hele grote wijde doelgroep hebben. Waren wij benieuwd wat voor type mensen er nu zitten te kijken. We zien ICT-coördinatoren. We zien ook wel beleidsmedewerkers. We zien managers. Toch ook die docenten. En we zien ook toch wat andere functies. Oké, dus we hebben een gemêleerd publiek. Nou, dat is alleen maar goed, denk ik. Ik haal hem nu ook weer weg. Waarbij ik dan wel benieuwd ben, Martin, dan er zijn een aantal mensen die zeggen het begrip IDM niet kennen. Ja. Ik was wel even benieuwd dan van welke van de populatie nu zien, welke mensen dat zouden zijn. Dat kunnen we helaas natuurlijk niet zien. Nee, dat helaas niet. Nee. Nou, maar wij gaan ervoor zorgen dat iedereen straks weet. Dus dat was iets van de bedoeling. Ja. Goed. Even dit plaatje. Dit is even de verbinding tussen de kernactiviteiten van een onderwijsinstelling en de verbinding dus met de ICT die eigenlijk daarin ondersteunt. Daarin zie je heel duidelijk dus dat een onderwijsvisie eigenlijk het belangrijkste is voor een school natuurlijk. En daaronder liggen informatieprocessen en tegenwoordig wordt dat verbonden met allerlei ICT-hulpmiddelen. En nou, zo zie je ook een gelaagdheid. We hebben even dit plaatje geschetst om u een indruk te geven van hoe wij denken dat die zaken verhouden. Waarbij de ICT-kolom vanaf de grond af aan een beheer, een plan en een visie bevat. En hetzelfde geldt voor de informatiestromen eigenlijk. Die moeten ook beheerd worden. Maar er moeten ook visies over uitgewerkt worden. En dat hangt natuurlijk allemaal samen met de onderwijsvisie van de onderwijsinstelling. En wat ons betreft zit in het hart daarvan, identity management. En daar gaan we het nu dan over hebben. Want die vraag hadden we net al gesteld. Wat is identity management? Platgeslagen is het gebruiksbeheer. Het proces dat gericht is op het administreren van gebruikers van IT en informatiesystemen. Dat is op te delen in deelprocessen. Het begint bij identificatie. Daarna vindt er een registratie plaats en daarna wordt de identiteit geadministreerd. En ook het verwijderen, het deprovisionen is een term daarvoor, is onderdeel van het administratieproces. Ja, Martin, hoe werkt dat nu in het onderwijs dan? Hè? We praten over identificatie, het eerste contact. Ja. Dus iemand komt met zijn kind op school op de PO, ja. En meldt zich aan. Ja. En zorgt ervoor dat daar de eerste identificatie gaat plaatsvinden. Ja. Bij de directeur van de school. Ja. Is er daar nog een contact wat betreft identificatie? Of is dat het enige moment? Nou, het is interessant dat je het zegt, Robert. Ik ben zelf een ervaringsdeskundige. Ik heb 2 kinderen op school. En van wat ik mij daarvan kan herinneren, is dat ik ze ooit heb ingeschreven voordat ze 4 werden. En dan krijg je een bericht of ze geplaatst zijn of niet. Nadat ze geplaatst zijn, ja, dien je wat informatie te verstrekken. Ik kan me inderdaad bijstaan dat we toen nog kopieën paspoorten moesten inleveren, maar dat is bij de wet nu inmiddels verboden. Maar daarna is er eigenlijk niet een harde identificatiecontrole. Aan de andere kant is er natuurlijk heel veel sociale controle, want alle papa's en mama's komen elke dag, zeker op die leeftijd, de kinderen halen. Ja. En die kinderen weten vast wel wie hun ouders zijn. Ja. Ja? Maar daar wordt het al grijs. Ik denk dat je daar ook al een punt neerlegt van in hoeverre doen ze dat of niet. Ja, ja.
Goed, en daar hebben we dus dan registratie. Dus registratie van kind. Ja. Dus er worden bepaalde gegevens vastgelegd. Zodat de school dat kan gebruiken voor allerlei zaken. Klopt. En daarna hebben we dan administratie. Hè? Want de gegevens van de kinderen kunnen wijzigen doordat papa en mama gaan trouwen of scheiden. Of doordat er andere zaken zijn waardoor die informatie moet worden aangepast. Ja, klopt. Elke school heeft een leerling administratiesysteem. De afkorting LAS. Daar komen die gegevens waar je het over hebt in terecht inderdaad, Robert. Maar elke dag, elk jaar verandert het als het goed is. Of het kindje gaat over, of het kindje blijft zitten. Maar er zal altijd natuurlijk in die administratie wijzigingen optreden. Ja. Of het verhuist, of het gaat naar andere klassen. Correct. En daar hangen een aantal gegevensstandaarden aan. Ja. Ja. En in het onderwijs is het ook nog zo dat niet alleen de docent. Dat maakt het leuk van identity management onderwerp in het onderwijs, vind ik. Is dat het klinkt allemaal simpel, maar het is toch vrij complex. Omdat... er zijn vele type functierollen binnen het onderwijs die iets willen met dat kind. Direct of ze willen iets zeggen over het dossier van het kind. En dan kom je dus in een wat complexere omgeving terecht gezien gegevensontsluiting. Ja, ja. En daar zijn eigenlijk strikte regels voor. En je ziet dat toch in het onderwijs dat met het beste inzicht eigenlijk gebeurt. Ja, ja. Maar ik denk het belangrijkste om te stellen is dat identity management blijft een middel van... het onderwijs en een lesgeven. Ja, ja. Goed. De ontwikkelingen, ja, die hebben we ook doorgenomen. Ik wil niet de hele tijd op de praatstoel in de praatpositie zitten. Dus we hebben dat ook doorgenomen, Robert. Jij ziet diezelfde ontwikkelingen ook gaande. Heb jij daar nog? Kan jij daar iets meer over vertellen wat jij ziet? Nou, ik denk ook wat hier stelt, hè. We praten over de oude internetwereld, maar misschien is het ook nog steeds de huidige internetwereld. Is het gewoon zo dat als je ik praat dan niet alleen als een student, maar ook als consument, gewoon per dienst die je gebruikt een account hebt. Ja. Dus in plaats dat het digitale sleutelbos, zoals ik dat noem, kleiner wordt, wordt die eigenlijk alleen maar voller. En je ziet daar wel ontwikkelingen in, waarbij we die digitale sleutelbos kunnen gaan verkleinen. En een van is bijvoorbeeld natuurlijk dat je in staat bent om via een standaard protocol of een standaard dienstverlening toegang kunnen hebben tot webwinkels of tot financiële gegevens. Hè. Ja. Een trend is social logon. Dus als je in staat bent met je Facebook-account of met je LinkedIn-account toegang te hebben tot bepaalde informatie. Ja. Het probleem is natuurlijk alleen is omdat je verschillende accounts hebt. Is dat vrij moeilijk te beheren. En niet alleen voor de student, maar ook voor een school en een leraar. Ja. Want je raakt gewoon het overzicht kwijt. Ja. En daarom denk ik dat het goed is, hè, en dat is denk ik jouw kennisgebied, federatie, federeren, ja. om het account te kunnen hergebruiken. Ja, ja precies. Dat even overpakkend. In het onderwijs zie je dat wanneer een klas gebruik maakt van online content, is het gewoon niet te doen voor de docent of de schooladministratie om voor elke klas dan alle logins voor de verschillende websites te gaan bijhouden. Vandaar ook dat er een oplossing verzonnen is. We zijn niet uniek, dus dat is een wereldwijd probleem. En de oplossing is federeren in dit. Daarbij maak je gebruik van één account en feitelijk ga je dat hergebruiken. Nou, dat is dus iets ook wat de Kennisnet Federatie in Technologie uitvoert voor de scholen. Maar ook voor de dienstaanbieders. Want de dienstaanbieders hoeven maar op één plek aan te sluiten en kunnen dan eigenlijk tegen de scholen zeggen dat men over dat koppervlak direct eigenlijk toegang kan krijgen. En geen accounts hoeft te administreren of te beheren. Wat belangrijk is om te vermelden daarbij is inderdaad dat de school is de verantwoordelijke voor de gegevens. Zij zijn de beheerders en de verwerkers van de persoonsgegevens ook. Zij leveren de digitale identiteiten. De school identificeert, registreert en administreert deze gegevens. En volgens de protocollen dient ook een bedrijf of een organisatie die dat doet, de klanten te informeren wat er gebeurt met die gegevens. En daarnaast is de school ook in charge om te bepalen waartoe men toegang heeft. En dat geldt voor docenten, maar dat kan ook voor bestuurders of managers gelden of voor de leerlingen. Een andere ontwikkeling die ik even wil aanstippen, die hadden we wel genoteerd ook, is toch
dat we meer en meer horen. En dat komt voort uit de vraag van, ja, wat gebeurt er met mijn data? De laatste tijd is dat toch wel in het nieuws af en toe. Dat mensen gewoon eigenlijk in heel veel databases staan, wij allemaal hier in Nederland. Alleen we weten eigenlijk niet eens meer waar. En we weten ook niet wanneer deze gegevens geraadpleegd worden en door wie. En daar zijn al ontwikkelingen gaande die pleiten voor een meer user-centric model. Een standaard is UMA, User Managed Access. En dat betekent dat je echt als gebruiker informatie ontvangt wanneer gegevens van je geraadpleegd worden. En ook wanneer als systemen iets van je zouden willen, dan word je actief betrokken bij het toekennen. Een voorbeeld is online alcohol. Even, dat is misschien niet zo educatief. maar dan moet je 21 jaar zijn. En dan vraagt zo'n systeem letterlijk, ben je 21 jaar of ouder? En dit model zou dan ertoe leiden dat jij actief kan zeggen, ja, daar ben ik. En dat mag je daar controleren. Dus dan zouden ze bijvoorbeeld op de schoolaccount, daar zit ergens een geboortedatum, mag dat systeem controleren of diegene vroeg genoeg geboren is om 21 te zijn en dus ook inderdaad die transactie te voltooien. Dat is user-centric identity management. Ja, ik denk even, laatste, dan gaan we waarschijnlijk naar de volgende slide. Laatste, wat je ook net zegt, hè, de student of het kind moet centraal staan. Ja. En dat is denk ik vooral belangrijk om goed onderwijs te kunnen bieden. En de kind, of in het geval van minderjarigen, de ouders, moet ook in staat zijn om controle te hebben over die informatie die van de toepassing is. Ja. En de situatie nu is natuurlijk wel wat anders. Maar eigenlijk zou je naar zo'n beeld moeten gaan, of zo'n oplossing. Omdat je er kan voor zorgen als student zijnde, kan zeggen, nou, ik wil maar bepaalde attributen, en dat zijn bepaalde kenmerken van jezelf, die kunnen geven aan bijvoorbeeld alcohol en dergelijke, of het geven van je rijbewijs, omdat je een auto gaat huren of iets dergelijks. Nou, allerlei soorten voorbeelden, maar waarbij je kan zeggen van, ik heb controle over die informatie en ik zorg ervoor dat ik alleen maar die informatie geef aan die betreffende dienstverlener. Ja, ja, ja. Oké. Okay. We gaan ook even hebben over de uitdagingen die wij nu zien. Ik heb even geen mogelijkheid om... Ah, kijk, daar is die, ja. Goed, wat voor uitdagingen zien we eigenlijk? Nou, wij zien ten eerste natuurlijk een gevecht plaatsvinden in de digitale aanbiedings- en vraagzijde. Ik vergelijk de ontwikkelingen in het digitale educatieve domein een beetje met de opkomst van de MP3. Toen de MP3 er nog niet was, waren er platenmaatschappijen die verkochten platen. In één keer was daar het digitale muziekbestand. En de eigenaren van de vinylplaten wisten eigenlijk niet zo goed wat ze daarmee aan moesten. Nou, ik denk dezelfde trend te herkennen in de uitgeverwereld van digitale materialen. Inmiddels begint er wel wat tractie te komen dat men dingen wil gaan doen. Standaarden zijn heel belangrijk in deze. Een voorbeeld te geven is dat de Kennisnetfederatie bijvoorbeeld hanteert een veld rollen. Dat is gewoon even een simpel voorbeeld. En die rollen kunnen drie waarden hebben. Dat is docent, leerling of staf. Alleen, ja, dat is iets wat SEC in het Kennisnetfederatiedomein erkend is als een rollen. Binnen het onderwijsdomein kent men veel meer rollen. In het uitgeefdomein onderkent men wellicht ook weer andere rollen. Oftewel, het is niet een breed gedragen door de keten heen bepaalde standaard. En wij pleiten ook bij EDU Standaard ervoor om bijvoorbeeld met betrekking tot rollen standaarden ook uit te gaan werken. Maar dat heeft ook te maken met licenties, koppervlakken en dat soort zaken. Samenwerken moet er echt ook gaan gebeuren in de onderwijsketen. We hebben het idee dat we heel vaak wel dingen doen met elkaar en dat we meedoen, maar het moet nou echt gaan samenwerken met elkaar. AID komt eraan. Minister Plasterk gaat komende maand daar de Kamer over informeren. En dat wordt het nieuwe middel voor de burger, voor de Nederlandse burger. Even kort ga ik daarop in. Dat is de opvolger van DigiD. En daar is een project voor gestart bij, het is het EZ, of is het lastig? Het ministerie van Binnenlandse Zaken is de opdrachtgever. Ja, opdrachtgever. En uiteindelijk gaat dat onze digitale paspoort worden. Men is natuurlijk nu bezig om dat van de grond te krijgen. Daar zit natuurlijk wel een aantal uitdagingen in, maar dat is met ons poldermodel gewoon het geval. Maar uiteindelijk zullen we ergens in de tijd één digitale paspoort hebben, die we gaan gebruiken ook voor transacties richting het bedrijfsleven en ook richting de overheid.
En ja, idealiter kan je dat doen over het domein heen, hè? Onderwijs, financieel en dergelijke. Nou, misschien is dat nog een stap te ver. Maar dat het impact gaat hebben op het onderwijs, dat is denk ik wel duidelijk. Waarbij natuurlijk ook privacy een belangrijke rol gaat spelen. Want je praat over gegevens die dan worden gedistribueerd. Vergelijking naar de zorg, hè, daar hadden we eigenlijk dezelfde discussie een aantal jaar geleden. Waarbij zelfs de politiek over gestruikeld is toen de tijd. Maar wat je nu ziet, dat het juist begint te komen. En dat het ook de volwassenwording daar een belangrijk aspect in is. Ja, klopt. Oké, een andere uitdaging op dit moment is eigenlijk is de persistentie met betrekking tot gebruik van de digitale identiteit. Er zijn, daar ga ik zo meteen nog wel in. Ik krijg nu door dat er een vraag is, die gaan we zo beantwoorden. Ik maak even deze bullets af en dan gaan we daarop in. Er is een, gelukkig praten wij niet alleen, ook in het onderwijs is er aandacht voor de persistentie en de digitale identiteit. Zo is er een Sion project. Sion Onderwijs is een samenwerkingsverband tussen alle scholen om de informatievoorziening in het onderwijs te verbeteren. Een van de projecten onder dat programma is de digitale onderwijsidentiteit. Nou, dat geeft aan dat de raden dus ook dit onderwerp kennen en ermee bezig zijn. Ook was er bij het doorbraak ICT onderwijs project, of programma moet ik zeggen, daaronder zaten een aantal projecten, en dat noemden ze tafels, was er ook een tafel toegang. Nou, dat ging ook, met name gaat het dan ook inderdaad over de accounts en de identity management en de wijze waarop gebruikers in het onderwijs toegang krijgen tot de content. Een ander belangrijk aspect is betrouwbaarheidsniveaus. Daar gaan we nou even denk ik niet te diep op in. Dat heeft ermee te maken met hoe betrouwbaar zijn de gegevens die een school kan aanleveren in het digitale domein. Op dit moment biedt de Kennisnetfederatie eigenlijk maar één niveau. Maar in de wereld van gecertificeerde systemen zoals e-erkenning of DigiD gelden al meerdere niveaus. En ieder niveau is betrouwbaarder, ook duurder. Maar ik durf ook wel te stellen dat wanneer je aan die kant gaat investeren, je heel veel verborgen kosten, als zijn er niet op orde zijn, de administraties, talloze lijstjes, uitzoeken, frustratie tijdens lesgeven, dat dingen niet werken, zullen gaan verdwijnen. Ik ga een vraag, accounts en wachtwoord verdwijnen dus niet voorlopig. Oké, dat is een vraag. Iemand wil weten of wij denken dat accounts en wachtwoorden gaan verdwijnen. Ik denk dat het nog wel even gaat duren voordat dat gebeurt. Er zijn wel wat stromingen gaande op dit moment. Ik denk in relatie even met de EID. Daar is ook de bedoeling eigenlijk dat je op basis van een aantal geselecteerde dienstverleners kan zeggen van nou, dit is de dienst die ik wil gebruiken en daar gebruik ik dit middel voor. En dat middel is nodig voor authenticatie. En daar komen wij straks ook terug in een van de slides. Voorlopig zullen wachtwoorden en accounts niet gaan verdwijnen, maar wat wel gebeurt, en ik refereer net naar social logon, dat daar toepassingen voorkomen om te zorgen dat je maar met één of misschien met twee LinkedIn account of social media accounts toegang kan hebben tot je informatie. Ja. Dus gaat voorlopig niet verdwijnen, maar het lijkt erop met de ontwikkeling die er nu is dat het wel minder gaat worden. Ja. Is dat de antwoord op de vraag die gesteld werd? Dat krijgen we vast wel door en onze moderator zal daar op reageren verder. Oké. Goed, dan gaan we even kijken naar de toekomst. Wij willen altijd vooruitkijken. Het onderwijs van de toekomst. Nou, ik denk dat de eerste net ook naar refereerde. De scholier of de klant staat centraal. Ik denk dat dat steeds belangrijker moet gaan worden. Ja, want die heeft een bepaalde behoefte. Ook een bepaalde vraag en daar moet binnen de onderwijsketen moet dat beantwoord gaan worden. Ja, nou als ik daar mag bijvallen, ook zelfs vanuit het beleid nu tegenwoordig, ja is dat ook de insteek, heb ik het idee. Want we gaan in Nederland voor adaptief leren, maatwerk, accelereren. Precies. En ja, één leraar of lerares kan niet 30 kinderen in één klas dat maatwerk bieden. Ja. Dus de ideeën zijn ook dat als we dat echt willen, dat de ICT... ontzettend moet gaan bijdragen om dat te gaan bereiken. Ja, daar zit natuurlijk ook passend onderwijs bij, denk ik. Hè? Je wil kwalitatief goed onderwijs kunnen bieden. En eigenlijk wil je dat gaan bieden vanaf elke locatie en ook heel laagdrempelig. Ja. Alleen laagdrempelig gaat gepaard met het feit dat je het wel aan de achterkant, en de achterkant bedoel dan de systemen en ook de kennis van de federatie, een aantal dingen
ingericht moet hebben en ook op beveiliging bijvoorbeeld, moeten zorgen dat die informatie nog steeds op een veilige manier wordt gesynchroniseerd. Ja. Nou, het onderwijs van de toekomst anticipeert verder nog op technologische ontwikkelingen, sociale media. Nou, er was net een vraag over de wachtwoorden en de logins. Even naar de ontwikkelingen kijkend. Er zijn al ontwikkelingen bezig waarbij eigenlijk bijvoorbeeld geheel automatisch op basis van gezichtsherkenning wordt ingelogd. Dat is dan niet heel erg in het internet geregeld, maar vrij lokaal. Maar ik zelf denk wel dat dat soort mechanismen succesvol kunnen gaan zijn, met name in het lager onderwijs. Want wat ik zie is dat in het lager onderwijs is het noodzakelijk straks dat de kinderen toch ingelogd zijn. Want immers, als je niet ingelogd bent en je doet iets online, dan worden je resultaten niet aan jou gelinkt. Je bereikt toch een doel of je, en de volgende keer moet je weer verder waar je bent gebleven. Dus dat moet terug en dat betekent dat er een individuele sessie moet zijn, wat je noemt. Dus het kind moet ingelogd zijn. En ik denk wel dat er een kans is dat die systemen de kinderen gaan herkennen en dat je automatisch ingelogd bent. Klinkt misschien eng, maar ik denk wel dat tot de ontwikkelingen gaat behoren. Kennisdeling en de disseminatie tussen scholen is ontzettend belangrijk. Ik denk echt dat de scholen meer en meer moeten gaan samenwerken op dit gebied. Ja, disseminatie wordt gevraagd. Dat is ook eigenlijk de uitwisseling van kennis en ervaring op het vlak. Dus het is een synoniem op kennisdeling. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je gaat vooral die kennis uitwisselen tussen de scholen op het vlak van identity management. Je moet niet opnieuw het wiel gaan uitvinden. En je moet gaan kijken waar je elkaar kan, op dat vlak kan helpen. Okay. En de laatste, als ik jou mag onderbreken. Ja, zeker. Maar goed, innovatie als kans en ook niet als bedreiging. Dus vooral moet gaan kijken naar welke kant ga je op met onderwijs. Hè? We hebben nu een huidige situatie waar zeker zaken voor verbetering vatbaar zijn. Waarbij kwaliteit van onderwijs voorop staat. En betekent het uiteindelijk ook dat je daarin moet gaan innoveren. En mijn gevoel is vooral is dat veel mensen dat als een soort bedreiging zien. Hè? Want innovatie is verandering. En uiteindelijk moet dat wel leiden tot goede zaken op dat vlak. En een verbetering, ja. En een verbetering. Ja. Ja. We hebben een vraag verantwoordelijk voor de account van de student. De student of de school? Beide hebben een verantwoordelijkheid. Dus als je gewoon sec naar de juridische kant kijkt daarvan, is dat de school is verantwoordelijk voor de gegevens van de student. En is verantwoordelijk om de student te informeren over wat er gebeurt met zijn gegevens en waarvoor. Dat is het stukje doelbinding. Als u hier meer over wil weten, raad ik ook aan om van mijn collega Job Vos het privacy webinar eens te bekijken. Kennis en veel informatie ook specifiek omtrent deze materie. Aan de student die dan de login en het wachtwoord uitgereikt krijgt, dat is dus een sleutel. Eigenlijk is het een sleutel. Ja, van de student mag je verwachten, maar dat zou dan ook in voorwaarden van de school verwerkt moeten zijn, dat die student ordentelijk omgaat met het account. Oftewel, hij gebruikt dat alleen voor zichzelf. Vaak zie je als je algemene voorwaarden leest, als je accounts maakt, ik weet niet of mensen dat doen, vaak niet, weten we. Maar er staat vaak in dat het een persoonlijk iets is. Dat staat ook bijvoorbeeld in als je een entree-account aanmaakt. Dat staat erop dat het een persoonlijk account is voor je eigen gebruik. En dus niet overdraagbaar is aan een ander. Grootste risico als je er niets aan doet. Grootste kans. Als je waar niets aan doet. Aan identity management? Is dat? Ik zie een vraag binnenkomen, maar ik begrijp hem niet helemaal. Ik denk het grootste risico als je gewoon niets doet aan het feit van wat ga je bedoelen met het account en de eigenaarschap. En eigenaarschap van een account is natuurlijk heel erg belangrijk. Hè? Net uitgelegd, school is dat verantwoordelijk voor, maar ook student. En ervaring leert natuurlijk is dat als daar in de praktijk niks aan gedaan wordt, of het naleven van regels, dat op het moment dat die informatie toch wordt prijsgegeven of buiten de school komt, je dan een probleem hebt. Dus je moet wel voldoen natuurlijk aan gewoon de wettelijke bepalingen op dat vlak. Ja, ja, nou, en als gebruiker kan ik een, als je altijd, of stel je een scholier die geeft daar niet zo om en nou ja, deelt eigenlijk dus de sleutel met een ander. Dus die ander kan inloggen met die sleutel. Nou, dan kan diegene zich voordoen als die ander. Nou, stel diegene die
logt een keer in met een geleend account en gaat zich misdragen. Heeft geen inachtneming voor de netiketten bijvoorbeeld binnen een schoolsysteem. Ja, dan loop je gewoon al het risico om een hele slechte naam te krijgen. Wat gewoon, nou, dat is eigenlijk online pesten, maar dat is gewoon een simpel voorbeeld. Maar in de lerarenwereld heb ik al wel verhalen gehoord. Ook dat studenten toch in staat waren om accounts te onderscheppen. Om met name de docentaccount, om ja, toch bij de administratiesystemen te kunnen komen. Want ja, waarom zou je ervoor leren als je toch zelf die 8 kan intikken voor je examen? Ja. Dus fraude. Gaan we even verder. Wil ik een groot stap mee in slag gaat. Nou, als je aan de slag gaat met identity management, nou, is misschien goed dat we dan dit plaatje nu laten zien. Want als je mee aan de slag gaat, dan kan je. Ik ga niet helemaal terug naar het plaatje, maar dan kan je dus je ICT-beleid kan je veel beter oplijnen met je onderwijsbeleid. Want ik wil ook niet zeggen dat je ICT nodig hebt om goed les te geven. Volgens mij is het nog steeds die leraar voor de klas die iedereen moet inspireren en motiveren. En dat gaat een computer nooit doen. Maar je wil wel af van alle frustraties. Dus je wil niet een kwartier lang bezig zijn met van hoe komen we nou binnen? Of welk account moet ik nu weer gebruiken? En dan is het goed om je als school te realiseren van in welk speelveld zitten we eigenlijk? Met wie, met welke partijen hebben we allemaal te maken? Dus je hebt te maken met leveranciers. Dat zijn wellicht de educatieve uitgeverijen. Daar wil je naar binnen. Maar je hebt ook schoolsystemen. Tegenwoordig wel allemaal vaak buiten de schoolmuren in de cloud. Weer van een andere leverancier. Maar je beschouwt ze wel als je eigen systemen. Je hebt wellicht samenwerksverbanden of adviseurs van buiten. En je hebt mensen thuis zitten. Je wil ook vaak dat ze thuis bij dingen kunnen. En dat is feitelijk je speelveld waarin je moet af gaan pellen. Wat je identity management en accessbeleid kan en moet zijn. Nee, klopt. En ik denk ook dat dit plaatje precies beschrijft zoals het zou moeten zijn. Hè. Centraal staat ook eigenlijk nog steeds de student. Ja. En daarin heb je een aantal invloeden van buitenaf. Die ervoor zorgen uiteindelijk om te zorgen, nou ja, een stuk beleid, een stuk technologie en ook een stuk vanuit een organisatorisch vlak. Ja. En daarmee kan je ook die invloeden daarin meenemen in een stuk visie, een stuk beleid, ja, en uiteindelijk naar implementatie. Ja. Het grootste beheersprobleem is de niet-digitale student, krijgen wij hierdoor. Ja, ik denk dat ik begrijp wat daar gezegd wordt. En het is ook interessant iets, want kijk, onze eigen overheid heeft al gezegd in 2000, wat is het? 18? 17. 17. 2017 is onze overheid volledig digitaal. En eigenlijk zegt ze daarmee tegen al haar burgers, of je nou wil of niet, dit gaat gebeuren. En ik denk ook dus dat het, nou ja, onderwijs, we hebben het nu met onderwijsinstellingen een sessie. Het wordt ook belangrijker, denk ik, in het onderwijs om daar, in maatschappijleer bijvoorbeeld, aandacht aan te besteden. Want ik denk dat scholieren, weerbaar gemaakt moeten worden binnen dit onderwerp. En nou, dat doen wij natuurlijk al vanuit Kennisnet. We hebben digivaardig, digi-netikettenlessen. We hebben wel wat voor dat soort dingen. Maar dat gaat niet meer afnemen. Het wordt alleen maar meer. Ja. Dus bewustwording, ik denk ook heel erg belangrijk in dit aspect. Ja. Bewustwording bij de student, bewustwording bij de docent, bewustwording bij de school. Om van te vergewissen dat informatie die je gebruikt, dat die ook buiten de school zou kunnen komen. Maar ook hoe je omgaat met, hè, dus toegang tot je account, wachtwoorden, niet op een post-it. Dat wordt misschien al jaren gezegd, maar dat gebeurt nog steeds. En dus dat is bewustwording, net als ook digitaal 2017, bewustwording is een heel belangrijk aspect. Want wat betekent dat? Wat heeft dat impact van ons op de maatschappij als we dingen gaan digitaliseren? Ja, nou, en een kleine aanvulling daarop, inderdaad. Want ik heb het idee dat de post-its wel een beetje aan het verdwijnen zijn. Maar op het moment dat er een pakket wordt aangeschaft of iemand een module wil gaan gebruiken, de eerste vraag is, ja, hoe is de toegang geregeld? En niet denken van, oh, we maken wel wat accounts aan. Want als je op die manier erin stapt en later dat gaat doen, ja, dan heb je achteraf elke keer die administratieve rompslomp en het uitwisselen van lijsten.
Dat moet je eigenlijk vooraf moet je dat, nou, weten. En er is ook een vraag, kun je het plaatje niet beter spreken van een informatiebeleidsplan? ICT-beleid is dan logisch onderdeel. Ja, dat is een goede term. Even kijken, daar gaan we even naar de levenscyclus kijken, want ook in de identity management wereld wordt een levenscyclus erkend. Ja, ja. Ja, ik ga dat vertellen, ook over gelet de tijd zal ik het niet zo lang houden, maar waar je over praat eigenlijk is dat je initieel natuurlijk een account hebt op een school, die aangemaakt wordt op basis van nou, een stuk identificatie. Daarnaast wordt die dan in gebruik genomen voor toegang tot nou ja, leermateriaal en dergelijke. Dus eigenlijk is het account ook actief. Nou ja, wat kan gebeuren is hè, dat een kind of ook een docent misschien wel eens tijd voor school is of iets dergelijks. Dus dan kan je het account ook inactief maken. En op een bepaald moment ook weer actief maken. Zwangerschapsverlof is ook bijvoorbeeld zo'n reden. En uiteindelijk, als het in gebruik is, komt het moment dat het ook account verwijderd moet worden. Nou, daar is het proces verwijderen voor. Waarbij het ook uiteindelijk ook nog gearchiveerd kan worden. Als dat nodig is volgens wettelijke bepalingen. Nou, dit is eigenlijk zeg maar even een bazaal levenscyclus van identity management. In de IM, maar ook gewoon binnen het onderwijs. Ja. Nou, gaan we wat harder door, want het is even theorie die aan de basis ligt. We krijgen ook door dat we nog maar 9 minuten hebben. De IAM, de Identity and Access Management componenten, is al even eerder gezegd. Nou, zou jij wat willen toegeven? Ik praat zoveel vanmiddag al, Robert. Nou, de componenten, hè, wat eigenlijk ook hier staat, is misschien veel tekst, maar we praten ook over identificatie en provisioning. Dat is natuurlijk een mooi technisch woord, maar eigenlijk is het om te zorgen dat accounts naar verschillende systemen worden gedistribueerd. Ja. We praten natuurlijk over autorisatie, hè, dus het recht te krijgen op benaderen van documenten of bestanden of ja, wat dan ook, systemen. En we praten natuurlijk ook over authenticatie. Ja. En eigenlijk waar je nagaat of die gebruiker dan wel echt die gebruiker is. Dat zijn eigenlijk de 3 basale componenten binnen IAM, die ook gewoon binnen het onderwijs gewoon plaatsvinden. Oké, dankjewel. We hebben ook nog even een schema daarvoor opgesteld. Dat gaat even in over wat valt er dan onder de authenticatie, wat valt er onder de autorisatie en waar hebben we het over met de gebruikersbeheer en de opslag van de identiteiten. Ik ga deze niet uitkouwen, want ik heb al door dat als we dat met elke slide nog doen, dat we het niet halen. Dus deze klik ik even gewoon meteen door en dan gaan we even in op de privacyveranderingen die eraan komen. Ik sla er één over. Verdere belangen, sorry. Nou ja, gebruiksvriendelijkheid is denk ik ook heel erg, hè? Usability, met een mooie Engelse term. Want je wilt eigenlijk zo laagdrempelig mogelijk maken voor studenten en ook docenten om toegang te hebben tot. Ja, nou, en ook het resetten. Dat moet ik toegeven, wij hebben ook te maken met een groot platform, veel systemen. En wij zijn ook continu bezig om dingen te blijven optimaliseren. En dat heeft met name ook te maken met die gebruiksvriendelijkheid inderdaad. Ja. Wet en regelgeving, hou dat goed in de gaten als school. Nou, federaties, want Kennis uit Federatie is niet de enige natuurlijk. Er zijn meer platformen. In het basisonderwijs is er een basispoort. In het hoger onderwijs heet Surf Connect, waarbij we ook wat verschillende standaarden hanteren. Waardoor er niet goed genoeg met elkaar gepraat en uitgewisseld kan worden helaas. Er is eens privacy wetgeving. Let ook op het sociale gebruik. Scholen hebben dat op, krijgen wat meer en meer op het netvlies. Eigenaarschap, grote discussie ook. Daar is ook nog niet veel jurisprudentie over. Dus het is ook niet zo snel gezegd, dat is mijn data. Maar je persoonsgegevens, die zijn altijd wel van jou. Alhoewel er ook al discussies zijn tussen juristen, hè, over of je woonadres nou, of dat nou van jou is. Of dat publieke informatie is. Processen en procedures, ontzettend belangrijk om je identity management goed op orde te krijgen. En overwegen, koop je dingen in en stel je dan de goede eisen of ga je beheren met een goed plan wat je zelf hebt opgesteld, eventueel in samenwerking met specialisten. En hou de ontwikkelingen op het gebied van standaarden in de gaten. Gaat de komende jaren ontzettend belangrijk worden. En de mensen van de EduStandaard zijn ook heel hard bezig om daar heel veel belangrijke zaken in te realiseren. Goed. Ik had hem al even gezegd. Sorry, Nou, misschien is het zinvol om ook naar de poll te gaan. Want je hebt een poll over privacy. Ja, dus misschien is dat een idee om die erbij te halen. Ga ik even doen.
Ik heb een poll hier, die doe ik nu, dan sla ik de volgende open. En we willen graag weten of uw school, beste kijker, iets doet met dit onderwerp. Ja, de vraag is of een school een actief privacybeleid voert. En, Oké. Ja. Nou, we hebben al wat antwoorden. Positief vind ik. Ja, dus het merendeel geeft antwoord B. We zijn ons bewust, maar het zou beter kunnen. Er is helaas niet iemand die heeft gezegd van ja, we doen het ook allemaal zoals het echt zou moeten. Er zijn toch ook een paar aanwezigen die zeggen ja, dat ze toch niet helemaal op de hoogte zijn van de verplichtingen die door de wet worden opgelegd. Nou, het is alleen maar goed dat we dit doen, want dit is ook echt het onderdeel van het meer bewuster maken van deze materie binnen het onderwijs. Nou, gaan we even in op de privacyverordening die gaat komen. Oh, er is nog een anders. Oké. Nou, ik ga even de poll weghalen. Zal ik er doorheen lopen? Doe jij? Ja, we samen. Goed, dus even een opsomming van de grootste punten. Ik weet niet of u het heeft gehoord, maar er is dit jaar al een conceptnota door de Europese Commissie naar buiten gebracht omtrent de nieuwe wetgeving in Europa omtrent privacy. Maar Martin, misschien goed om te weten is dat die in maart is goedgekeurd door het parlement. En in het najaar, als het goed is, wordt goedgekeurd door de Europese Unie zelf, door de Raad. En dat betekent uiteindelijk dan, je stelt het ook als derde bullet, hè, verordening in plaats van een richtlijn. Ja. Dat de Europese landen zich ook moeten gaan houden aan deze verordening. Ja, ja, maar dat is het verschil. Een richtlijn, dan had je de tijd om een aantal dingen voor elkaar te krijgen. En een vordering is dat het gewoon ja, feitelijk een wet is. Precies. Dan gaan we niet in op de vorige verplichtingen. Maar wat er aankomt is dat er, als er bedrijven zijn die in meerdere landen in Europa zijn en een geschil krijgen, dan is er één toezichthouder van toepassing. In het verleden konden ze dat eigenlijk per land gaan husselen en vertragen. Dat is niet meer mogelijk. Er komen hele hoge boetes aan. Zoals gezegd al, het is een verordening. Er komt een recht bij om vergeten te worden. Dat is de laatste tijd veel in het nieuws. Er zijn veel strengere eisen aan de bescherming van de persoonsgegevens. Privacy by design staat hoog in het vaandel. Strenge eisen voor doorgifte van de persoonsgegevens. Nou, dit is met name ook wat van belang is voor scholen. Want scholen geven tegenwoordig heel veel persoonsgegevens door in de digitale wereld. Nou, met name uitgeverijen, maar ook aan distributeurs en alle andere applicaties die ze gebruiken. Daar komt dus wetgeving aan waarbij je verplicht bent om daar informatie over te verstrekken naar je gebruikers en klanten. Ook komt er een bepaling bij dat ieder bedrijf of organisatie met meer dan 250 medewerkers zal een functionaris gegevensbescherming moeten instellen. En volgens mij zijn daar toch al heel wat scholen in Nederland die meer dan 250 medewerkers hebben. Dus ook die scholen gaan onder die bepaling vallen. En zullen dus ook een functionaris gegevensbescherming moeten gaan aanstellen. Ja, en volgens mij hebben wij nog een link opgenomen ja, van de verordening die we straks kunnen laten ja, zien. Dan kunnen mensen dat in detail nog nalopen. En dit is eigenlijk denk ik voor mij de laatste slide. Ja. In de laatste minuut die wij volgens mij nog hebben. Dus ik zal heel kort doorheen gaan, maar eigenlijk praten we hier over een IAM referentiearchitectuur, waarbij het Identity and Access Management hier ook centraal staat gepositioneerd. Waarbij, zeg maar even, links is de schooldomeinen, de LAS en het personeel, ja, waar gegevens zijn opgeslagen. En uiteindelijk ook, in dit geval wordt gebruikt voor mail en bestanden toegang te hebben en ook systemen. En aan de andere kant zie je natuurlijk ook uiteindelijk dat je een externe domein hebt, waarbij je via een portaal toegang wil hebben tot die gegevens, tot applicatie. En uiteindelijk ook nog eens een keer een aantal diensten via de Kennisnet Federatie wil gaan afnemen. Ja, ik hoorde we ook moeten gaan afronden. Ik ga de laatste slide met wat nuttige links voor jullie nu voorschotelen. En ik wil ook even bij deze een oproep doen. Dat mocht dit seminar, webinar, veel vragen hebben opgeroepen bij u. Of problemen in het licht gewacht hebben waar u iets mee wil. Maar niet weet wat u daarmee moet. Schiet ze in bij Kennisnet. Wij horen het graag. Want voor ons is het ook nog steeds wel een zoektocht. Waar we goed aan doen in het bijstaan van de scholen met betrekking tot deze materie. Zijn er nog vragen van de deelnemers?
Kunnen wij nog ingaan op speciale zaken? Nee, zijn er niet. Nou, ik denk als er nog vragen zijn, die worden dan later beantwoord waarschijnlijk. Ja, zeker. Precies, zeker. Dus. Ja. Nou, als er nog vragen binnenkomen, dan zullen we die ook gewoon beantwoorden. U heeft bij inschrijven een e-mail achtergelaten, Identity Management. En wij weten dat e-mailadres wel te vinden en zullen dan daarop antwoorden. En ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u nog een hele fijne, warme middag, want het is echt een prachtige dag volgens mij vandaag. En ik hoop dat het nuttig was voor iedereen. En ik wil Robert Garskamp van Stichting ID Next hartelijk danken voor zijn aanwezigheid. Ja, graag gedaan, Martin. Vond het leuk en ik hoop dat we een aantal dingen wat meer opheldering gegeven hebben. Maar er zullen nog heel veel vragen zijn die we gaan moeten beantwoorden. Ja, ik hoop het van onze kijkers te gaan horen. Zeker weten. Bedankt. Fijne middag.